Joey Junior die gaat die drie dik naar voren en die komt dan op weg naar de voorste gelederen, waar nog altijd die Megan Flevo leidt. In drie sporen gaan ze de laatste bocht in. Lexia Boko loopt een ijzersterke koers, helemaal aan de buitenzijde. Joey Junior, Heiko Juwela aan de binnenkant, kan van ons nog geen kant op. We komen in de laatste rechte lijn en we komen met aan de kop van het veld Megan Flevo. Die neemt nu de vlucht. Megan Flevo loopt weg. Aan de buitenzijde komt Joey Junior met op de derde plaats dan nog altijd die nummer 6 Lexia Boko. Maar het is heel gemakkelijk Megan Flevo. Die wordt van zo langs als een leven niet meer geklopt. Tweede is Joey Junior en op de derde plaats eindigt dan Lexia Boko. Die loopt een wereldkoers en vierde wordt Juliette. We zijn in afwachting van de voorlopige winnaar Spaarten met 3, Megan Flevo met Tom Koorman, die naar haar overwinning in Emmeloord en ook een hele sterke koers liet zien op de baan van Alkmaar. En dat deze in de Stadscafé Laurensprijs. En we bedanken de eigenaren Niels en Maud Bezenbinder. Dat zijn broer en zus die Stadscafé Laurens runnen. En die koers die nu aan hun vernoemd is, wordt gewonnen door de 3, Megan Flevo en Tom Koorman. Comité kijkt op het moment nog naar de beelden of als alles is reglementair is verlopen. Maar ondertussen vieren de stal Gele Canaries al hun feestje rondom deze 4-jarige donkerbruine merrie van Musselmaas uit Constantia River. Megan Flevo is gefokt door Aad van Schie samen met de familie Iwema. Trainster Bas Kreas en rijder Tom Koorman, die na de vorm in Emmeloord 5 keer wist te winnen. En ook de vorm aardig doorzet met Megan Flevo. De mensen van Stadscafé Laurens gaan samen met de Canaries op de foto's. Voor de fotografen is het best wel een uitdaging om iedereen daarop te krijgen. En er moet ook ruimte komen voor het paard. Eén groot feest hier op de horecadag hier in Alkmaar. Rondom Megan Flevo praten we nog even bij met Tom Koorman. Tom, wat een klassepaard. Nou, dat heb je goed gezien. Absoluut. Vooraf ben je aan het voorbeschouwen. Zoek je nog momenten van wie kan het je moeilijk maken. Maar dat was het niet vandaag niet. Nee, maar dat blijkt achteraf. Ik kan natuurlijk tegen jou wel zeggen met de voorbeschouwing. Ik neem even de kop en dan rijden we vanavond. Maar er zijn er waarschijnlijk nog meer die dat willen. Dus dat zeg ik sowieso al nooit. Dat wil ik dan wel. Maar dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Nou, voor Heiko Juwela is natuurlijk een geduchte tegenstander aan de start. Maar het was eigenlijk een appeltje eitje. Daarna ken ik gewoon twee. Ja, hij gaf ook niks, zegt Misha. Dus ik hoef ook niks terug te geven. Dus ik kon ze zachtjes rijden als ik wilde. En dat ze kwamen. Een klein stukje laten gaan naar de finish. Nou, je hebt het veel gezien. Zeker, zoals het opzicht van vorig jaar. Ze is snel van start, is handig. Ze heeft speed op het laatste stuk. Heel compleet, hè? Vorig jaar had ze maar één keer speed. Dat was ook in het derby, moesten we ook wat doen onderweg. En toen gaf ze toch op het einde. Maar ze is nu echt veel en veel beter dan toen. Ja, klopt. Sterk geworden. Ja. Prachtig om te zien, Tom. Gefeliciteerd. Dankjewel, man. Gaat Tom Koorman herenigen hier in de Stadscafé Laurenspijs met Megan Flevo. En Tom Koorman krijgt ook nog van Niels Bezenbinder bloemen uitgereikt. En we gaan ook nog een klein fotootje maken met de sponsor. En dat doen we samen met de kaasdragers van Alkmaar. En als we vandaag een prachtige dag hebben gehad, dan kunnen we morgen altijd nog zeggen, gelukkig hebben we de foto's nog om na te genieten van een fantastisch evenement, dames en heren. Maar geef eerst een applaus aan Megan Flevo en Tom Koorman. Necesito.